Hoe hoog is dat? Dat zal 70 meter hoog zijn. Oké, relaxed. Iedereen houdt van een break. Zeker als je meer inspanning levert dan normaal. En vandaag zoek ik het hoger op en draai ik mee met windturbinemonteur Tim Bosman om te kijken hoe hij breakt. Hoi Tim. We zijn hier bij EWT. We hebben onze eigen windturbines. Die zie je dus hier allemaal op alle schermen. Op dit moment hebben we een storing en dan moeten we naartoe. Oké, leuk. To the windturbinemonteur. De langste dag ooit, dat was ik reed naar Zeeland toe en kreeg een belletje dat we storing hadden in Zweden. Dat was van 6:00 tot 2:30 s'nachts. Hoe lang doen we erover naar boven klimmen? 5 tot 10 minuten. Oh. Nog hoger. Dit is zo heftig. Zitten hier ook die bladen zo? Ja, daar zie je 3 kasten zitten en die besturen de bladen. We're losing money here, people. Nou, zouden we het doen. Is er misschien een plek waar we even een break kunnen nemen? Nou, daar ben ik wel een hele leuke plek voor. Je moet eruit klimmen. Ja. En dan is het toch even lekker om uit te waaien. En zit je hier vaak bovenop? Zolang het mooi weer is wel. Het is echt niet normaal, dit uitzicht. Wat doe je allemaal in een break? Nou, vaak filmtrailers kijken. Echt? Ja, van actie tot horror tot alles. Nou, let's go. Het is gewoon een Marvel film, of niet? Ja. Kijk je dat veel? Meer en meer ook wel gezien, ja. Oh, is dit weer in Hunger Games of zo?